Ik ben Gerard van Keulen. Ik ben samen met mijn vrouw Yvonne eigenaar van de Putse Hoeve. Een groepsaccommodatie in Bergijk. In het bovenste segment van de groepsaccommodatiewereld. Op het gebied van duurzaamheid gaan wij tamelijk ver. Wat iedereen kan zien is dat we gewoon een aantal zonnepanelen op het dak hebben voor de zonneboilers. Maar wat bijna niemand kan zien is dat wij het regenwater ondergronds opvangen en daar de toiletten mee spoelen. De kracht van de Putse Hoeve zit hem in het feit dat wij eigenlijk altijd gezegd hebben, wij kunnen in meerdere marktsegmenten mee. Doordat wij gekozen hebben voor kleinschalig, 22 slaapkamers, geen grote zalen, een beetje authentiek verblijf, kunnen wij zowel in de familiesfeer heel goed mee, we kunnen in de trouwerijen mee, we kunnen in de wereld van de mensen met een beperking mee, maar ook door onze ecologische vergaderzaal kunnen we in de zakelijke markt heel goed mee. Alle schilderijen die hier hangen zijn gehandicapte kunst. Van mensen met een beperking uit Eindhoven. En daar kopen wij de kunstwerken van of we huren ze en dan wisselen we ze elk jaar. Samenwerking is bij ons redelijk uitgebreid. In het verticale stuk zijn wij als groepsaccommodatie verbonden met een busondernemer, met een huifkarverhuurder, met een aantal musea, streekmuseum, bakkerijmuseum en noem alles maar op. In het horizontale vlak werken wij samen binnen de Sterrengroep met 27 collega groepsaccommodaties. Samenwerking is denk ik ontzettend belangrijk in het hele toeristisch recreatieve veld. Ik denk dat daar nog een wereld te winnen is. Gastvrijheid is voor mij geen doel. Gastvrijheid moet een attitude zijn. Wij als ondernemers moeten onszelf ook best iets aantrekken. Wij roepen altijd dat we Bourgondisch zijn en gastvrij. Maar uit enquêtes blijkt dat helaas niet. We scoren onder het landelijk gemiddelde. Dus een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs is zeer aan te bevelen. Maar dan wel met de blik op de toekomst. Om te kijken of je die drie clubs niet samen in één innovatief model kunt krijgen. Want we liggen tenslotte hier in Brabant heel dicht bij de Randstad. Heel dicht bij België. Heel dicht bij Duitsland. Binnen heel Europa zijn we makkelijk bereikbaar. Dus laten we proberen onze sterke kanten veel meer in een lange termijn visie te gieten en uit te werken.